Stefan de Zalm, wat doe jij nou? Ja, hij viel eroverheen en volgens mij was het een ingooi en Emiel die verlengt hem. En ja, die speler van IJsselmeervogels die mist hem. En ik dacht, ja, ik kan één ding doen en ik probeer hem maar met een soort omhaal richting de goal te werken. En volgens mij viel hij er wel lekker in. Ja, want dat heb je zelf niet gezien? Nee, ja, ik draaide om. Ik lag op de grond en keek en ik zie de keeper een soort duiken en die miste de bal. En toen dacht ik, ja, nou, hij zit erin. En toen, ja, natuurlijk enorme vreugde. Dit had je in je stoutste dromen niet kunnen bedenken. Nee, absoluut niet. Normaal denk je gewoon, een goaltje zou wel lekker zijn. Maar als je hem er dan zo in mag schieten, dat is helemaal lekker. En dan ook nog de 2-1, dat is helemaal top. Ja, want je kunt je bijna afvragen, wat deed je daar? Ja, normaal sta ik er altijd wel achter hoor. Dus Emiel verlengt hem en dan probeer je natuurlijk daar bijvoorbeeld erachter te komen de bal erin schieten. Maar ja, nu was ik er een soort voorbij en toen, ja, dus het is wel logisch dat ik er sta hoor. En wat gaat er dan op zo'n moment door je heen? Ja, eigenlijk denk je nergens aan. Ik denk dat je bent zo blij en rent dan richting het supportersterras en iedereen wordt helemaal gek eigenlijk. En ja, ikzelf ook en ja, enorm blij natuurlijk. Inkoppertje, maar is dit de mooiste die je ooit hebt gemaakt? Nou, wel een van de mooiste, ja, zeker weten. Wel op tweede divisieniveau, neem ik aan. Ja, dat is de eerste op tweede divisieniveau, dus ja, dan is het gelijk de mooiste ook. En wat de wedstrijd betreft, jullie konden hem heel goed gebruiken op dat moment, want het leek wel alsof jullie een soort nieuw elan nodig hebben op dat moment. Ja, we kwamen wel weer 1-0 achter. En ja, daarna maak je gewoon weer een goede 1-1. En ik had eigenlijk best wel het gevoel dat we gewoon wel een goede kans maakten om te winnen. Ja, en dan maak je zo de 2-2 of de 2-1 en dat is natuurlijk wel lekker. En dan, ja, dat voetbalt gewoon lekker. En daarna denk ik ook dat we er gewoon een betere ploeg waren de hele wedstrijd. Ja, jullie kregen vleugels, maar jij hebt het grootste deel daarvan niet mee meegemaakt. Nee, eerste helft kreeg een overtreding en op een gegeven moment was alles een beetje stijf. En dan kon niet meer 100%, dus ja, dan is het niet zoveel nut in zo'n wedstrijd. Stond je al op het punt om gewisseld te worden voor die goal? Nee, volgens mij niet. Dit was net het juiste moment, het kwam net mooi uit, zou ik maar zeggen. Ja, nou ja, ik had het was in de eerste helft, dus in de rust werd alles een beetje stijf, toen ben ik nog gaan lopen. En toen zei ik van, nou ja, ik ga het nog even proberen. Ja, gelukkig na 5 minuten mocht ik de goal maken en een kwartier later werd het toch zo erg dat ik dacht van, ik kan niet meer verder. Hoe hard hadden jullie deze 3 punten nodig na 2 nederlagen in het begin van dit seizoen? Ja, heel hard denk ik. Ik denk ook dat je de eerste 2 wedstrijden niet eens slechter bent. Alleen ja, je geeft zelf een beetje knullig die goals weg. Dan heb je wel echt het gevoel van, ja, weet je, het is jammer, maar ja, weet je, er valt gewoon meer te halen in de wedstrijd. En vandaag komt alles gelukkig een keer bij elkaar en heb je een beetje geluk. En dan zie je gewoon dat je gewoon mee kan op dit niveau met dit team. En ook tegen een niet misselijke tegenstander? Nee, tegen IJsselmeervogels. Dus ik denk dat het een knappe prestatie is ook. Wat jezelf betreft, hou je er nu rekening mee dat jij voortaan dubbele dekking krijgt? Nou, als ik goed naar de beelden kijk, zou ik het maar doen. Maar ik denk niet dat je elke week zo'n goal maakt. Dus, maar ja, je weet het nooit wat ze ermee doen. Tot slot, trakteer jij nu vandaag? Ik ga even snel naar het terras en dan wil ik iedereen best een biertje geven. Hoor. Maar ik hoop eigenlijk dat ze mij een biertje geven na vandaag. Maar we gaan het zien.